Welkom bij de allereerste Young & King On Going Deep met deze week Robbie van Veen. Kijk hem eens shinen. Wat een fantastisch exemplaar. Wauw. Young & King On Going Deep wordt opgenomen met een live publiek. Deze mensen worden niet gedwongen. Hey Robbie. Jongen. Hij spreekt voor tieners, jong, geloof ik. Jong en domme mensen. Ja, en ook voor oudjes en eigenlijk voor alles wat los en vast zit, toch? Zeker. Ja? Zeker weten. Nou, dan ben jij geschikt voor dit spelletje, want we gaan je wat vragen stellen. Hoe oud ben je? 25. 25. Als je een dag een dier mocht zijn, welk dier was dat dan? Een lama. Waarom een lama? Ja, ik... Gast, hou je van spugen? Inderdaad, dat is het. Oké, ben je getrouwd? Zeker. Heb je kinderen? Nee, nog niet. Wil je kinderen? Zeker weten. Oké, nice. Wat was het moeilijkste moment in je leven? De burn-out. De burn-out. Dit moment. Oh, ja, okay, dit momentje. Oké, daar wil ik straks nog even wat over weten, denk ik. Als je een vlieg was, was je dan ook zo'n vies, irritante vlieg? Ik denk een processierup. Dat is toch een vlieg? Ja, irritant vlieg. Ja. Oké, heel goed. Wat is je stopwoordje? 100%. 100%? Echt, serieus? Ja, wel een beetje. Ja. Heb je er een beetje zin in? 100%. Ja, heel nice. Ja, jij bent denk ik wel een beetje moe geworden. Dus, dood op. 100%. Laten we gaan zitten. 100%. 100%. Ja. Ik ga beginnen. Zo. Top. Nice. Ja, maar jij bent spreker toch? Klopt. Nice. Wat ik altijd al aan een spreker wil vragen is, wat was je grootste blunder? Sprekersblunder, heb je die? Nou, dat is eigenlijk nog niet zo lang geleden. Op Raw, toen heb ik 3 tieners naar voren gevraagd als voorbeeld voor geest, ziel en lichaam. En toen heb ik eigenlijk uitgelegd dat de geest stierf in de tuin van Eden. Dus ik liet die tiener op de grond liggen. Ja. Alleen ik vergat hem eigenlijk dat hij dood was. Nee, joh. Dus hij heeft eigenlijk de hele preek, ik denk een stuk of 30 minuten, heeft hij op de grond gelegen. Dat meen je. Hij was gewoon in de geest gevallen. En jij, ja, hij was in de geest gevallen. Dat is inderdaad de hele geestelijke versie. Ja? Dus stiekem had ik gewoon gevraagd hoe ik de grond ging liggen. Okay. Dus als je het hebt over blunders. Dat is wel een grote wel een blunder. Beetje. Maar spreken, heb je altijd gesproken al? Of wanneer is dat begonnen eigenlijk, dat je spreker bent geworden? Nou ja, net zoals bij heel veel kinderen, denk ik op mijn tweede. Toen begon ik wat woordjes te spreken. Nee, ik bedoel voor grote groepen over Jezus. Ik denk toen ik 15 was. Toen mocht ik voor het eerst werd ik uitgenodigd om voor tieners te spreken. Mm-hmm. En later is daar eigenlijk een versnelling in gekomen toen ik de bijbelschool ben gaan doen. Ja. Bij Nehemia in Zwijndrecht. En op een gegeven moment kwam de directeur van de bijbelschool die kwam naar me toe en die zei, joh Robbie, ik wil ook bezig zijn met de volgende generatie. Ja. Mag ik jou misschien erop uitsturen? Naar kerken toe om te gaan spreken. En als het lukt, dan word je meer uitgenodigd. Nou, en zo is dat balletje gaan rollen. Ja. Wat vet. Ja, op een gegeven moment, je had het net al even over, op een gegeven moment ben je in een burn-out terechtgekomen. Klopt. Wanneer was dat? April 2017. Dus dat is ondertussen 2 jaar geleden. Oh ja. En op dat moment had ik een fulltime baan in de sales. En daarnaast sprak ik eigenlijk bijna iedere zondag. Heel makkelijk om daar de schuld aan te geven. Uiteindelijk was het iets meer intern wat er speelde. Maar op dat moment was het alsof iemand de knop indrukte. Echt op werk gebeurde dat ik helemaal in tranen uitbrak. En dat ik gewoon geen kracht meer had in mijn lichaam. En gewoon helemaal in elkaar stortte. Ja. Want je was nog wel eigenlijk volop bezig in Gods Koninkrijk dan, toch? Zeker. Juist heel actief. En, zowel in het Koninkrijk als op mijn werk, als in het spreken, alles ging supergoed. Dus dat was het ook niet. Het was, wat ik zei, ik denk een combinatie van vol gas gaan en intern in mijn identiteit, waarin ik gewoon nog niet met dingen gedeeld had, waar ik mee moest afrekenen. Ja. Oké, wat voor dingen waar je nog niet mee gedeeld had dan? Nou, waar ik enorm ben tegenaan gelopen is eigenlijk, ik zeg altijd net zoals David, hebben we allemaal onze eigen Goliath, moeten we onze eigen reus verslaan. Ja. En mijn reus was echt nooit goed genoeg. Dus ik was altijd maar bezig, zowel tegenover mensen als op mijn werk. In de sales is dat natuurlijk super fijn. Ja. Altijd meer. Dan hou je enorm veel geld binnen. Ja. Alleen ik deed het ook op identiteitsniveau. Dus ik had continu ook het idee dat ik naar mensen toe, maar ook naar God toe en ook naar mezelf toe, dat het altijd nog wel beter kon. En dat ik mezelf nog beter moest presenteren, zowel in de hemel als op aarde. Oké. En dat heeft me uiteindelijk... Het heeft een enorme druk op je gelegd, lijkt me. Zeker, ja. Echt een enorme druk. Want heb je toen wel ervaren dat God van je hield of zo? Want het lijkt me dat je een soort steeds meer opbouwt als je zo perfectionistisch bent, dat je op een gegeven moment denkt, hoe kan God nog van mij houden of zo? Of had je dat niet per se? Nou ja, het was dus inderdaad... eigenlijk op het moment dat het goed ging met mij, dus dat ik bij wijze van spreken verleidingen wist te weerstaan, op het moment dat ik full on fire was, dan was het goed.
Mm-hmm. Maar op het moment dat ik me even niet goed voelde, of dat ik me onwaardig voelde, of dat ik foutjes maakte, of dat ik gewoon even niet de perfecte Robbie was, de perfecte versie van mezelf, ja. Dan veroordeelde ik mezelf ook en had ik ook het idee dat God mij aan het veroordelen was. Ja. En uiteraard, hè, dat, ik denk dat heel veel jongeren dat herkennen, die uit de kerk komen, die christelijk zijn opgevoed, weet je hier in je verstand heel goed dat God van je houdt. Ja. Alleen ja, mijn zielige zieltje, die kwam erachteraan. Ja, ik heb het ook wel gemerkt in mijn eigen leven. Als je ziet hoe de druk van de maatschappij eigenlijk zo bezig is met alles moet perfect. Instagram, je perfecte leventje. Ja. Picture dat, perfect. Ja, ja joh. En ik merk ook heel veel jongeren in mijn omgeving die daar gewoon aan kapot gaan eigenlijk. Zeker. Nou kijk, weet je wat heel grappig is? Hè? Als je gaat zoeken op een van de meest gebruikte hashtags is no filter. Ja. Dus eigenlijk zie je dat er een enorm verlangen is. Onder jongeren, maar ook onder iedere generatie naar echtheid. En ik zou jullie allemaal willen aanmoedigen, en daarmee spreek ik ook als het ware tegen mezelf. Ja. Wees echt en durf ook om niet oké te zijn. Het is, David Vos zegt dat volgens mij heel mooi. Het is oké om niet oké te zijn. En dat is iets wat ik moest omarmen bij mezelf. Ik keek naar mezelf in die periode echt als een sukkel, als een faler, als een lafaard. Ja. Totdat God tegen me zei, maar zelfs zoals je nu bent, zoals je nu hier zit op dat diepste dal, ben je nog steeds mijn held. Ben jij mijn geliefde zoon. Ja, en dat is oké. Dus het is oké om niet oké te zijn. En hashtag no filter, ga dat niet alleen op Instagram zetten, maar laat dat gewoon je levensspreuk zijn. Oké, laatste ding wat je tegen jongeren in Nederland wil zeggen. Dat is een goeie. Weet je, het is misschien een beetje gek om in deze christelijke uitzending, maar de laatste uitspraak van Boeddha, dat was strive without ceasing. Dus blijf werken zonder ophouden. Blijf streven zonder ophouden. Ja. En wat was het laatste wat Jezus zei voordat hij stierf? Het is volbracht. Het is volbracht. En dat is de hoop die wij hebben en ook hetgeen waar we in mogen rusten. Het is goed. En niet zozeer omdat ik het goed doe of omdat ik het fout doe, maar omdat hij het heeft goed gedaan. En daar mogen we in rusten. Nice. Ja, man. Thanks, man. Ik weet niet wie er gewonnen heeft. Ik. Jij? Ja. Oké, nou ja, goed. Ja, bedankt.